Op zaterdag 12 september organiseerde BWP het Nationaal Veulenkampioenschap. Voor het tweede jaar op rij waren ze te gast op Sportstal van der Hasselt in Ternat. Belgian Warmblood is een van de grondleggers van de moderne paardensport. Op elk kampioenschap en op Grand Prix-wedstrijden over de hele wereld strijden hun paarden mee voor de overwinning. Om deze kwaliteit te garanderen ligt de focus van het stamboek op de fokkerij. 14 dagen terug zijn wij opnieuw geclasseerd geweest en dan nummer 2 op de World Breed Ranking. Dat is echt heel veel. Wij zijn dus een vereniging die ongeveer 4000 leden telt. En dat we dan die moedig het hoofd moeten leggen ten opzichte van de KWPN, die 29.000 leden zegt, ja, dan denk ik dat de rekening heel duidelijk gemaakt is. Maar vandaag zijn we zeer gelukkig met de huidige positie die wij daarin bekleden. Daarnaast zet BWP ook in op de toekomst en was het stamboek dit jaar ook opnieuw sterk vertegenwoordigd op het Belgisch kampioenschap voor jonge paarden. 7 van de 8 kampioenen bij de 4-jarige paarden waren BWP'ers. En ook de kampioen van de 5-jarige was ingeschreven bij Belgian Warmblood. Tot slot was BWP ook sterk vertegenwoordigd in de finale van de 6- en 7-jarige paarden. Door COVID zag het programma van het Veulenkampioenschap er dit jaar wat anders uit. Zo mochten de deelnemers vrij inschrijven door het wegvallen van de selectiewedstrijden en waren er dit jaar 4 kampioenen bij de springveulens. Als we willen organiseren coronaproef, moeten we ons houden bij de vooropgestelde aantallen die vandaag mogen aanwezig zijn. Om geen bottleneck te hebben, hebben we besloten van de reeks onder te verdelen in enerzijds oudere veulens en anderzijds jongere veulens. 152 springveulens werden door de verschillende juryleden beoordeeld op bouw, gangen en uitstraling. Voor ons een goed springveulen, dat moet voldoende lengte, voldoende maat, zeer veel uitstraling, bloed, heel gemakkelijk kunnen lopen en veel lossigheid in zijn lichaam hebben. En ik denk dat daar toch wel de betere springpaarden van komen. Bij de oudere vrouwelijke springveulens ging de overwinning naar Una van den Bosdam, een afstammeling van Casanova de la Pomme uit een Darcomerrie. Zodra dat dit veulen binnenkwam, hadden wij al een hele goede indruk in. Het veulen had heel veel lengte. Het imponeerde geweldig, dan ook in zijn bewegingen, heel goed, super. Gewoon, ja, het was op het eerste zicht direct het beste. Ik had dat niet verwacht, ik wist dat ik een goed veulen had. En gehoopt altijd, en die Mary die fokt wel heel goed. En ja, verwacht, dat mogen we nooit niet zeggen. Hè. Want die mensen, de jury is de baas. Maar ja, ik had een goed veulen, dat wist ik. Het is voor het tweede jaar op rij dat jullie een veulen hebben uit die Mary die kampioen wordt. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Ik weet het niet, maar ik ben daar wel zeker. Ja, en ben je blij ermee met de veulen? Ja, dat spreekt voor zich. Hè. En wat gaat er mee gebeuren naar de toekomst toe? Dat blijft in de bos dan. Ja. Als je goede producten begint te verkopen, dan is het einde van de fokkerij. Hè. Bij de oudere mannelijke springveulens was Udo van de Beemden de sterkste. Het veulke is een echo van Spieveld uit een Conair Caratino Merrie. De merrie heeft ook ooit het nationaal gewonnen. En ik had er goede hoop op, want ik moet zeggen, ik vind het zelf ook een perfect veulen. U hebt het veulen gekocht. Vertel eens, waarom kon het u zo bekoren? Het zat goed in elkaar en ik geloof in de kleine fokkerij toch. En de combinaties van de kleine fokker zijn nog het beste, denk ik. In de reeks vrouwelijke springveulens die geboren werden na 15 mei, ging de eer naar Urte van de Heffink, een afstammeling van Charisto van de Heffink uit een Matisse de Mariposa moeder. Het laatste erelint bij de springveulens werd uitgereikt in de reeks jonge mannelijke springveulens en ging naar United van den Bisschop. Het is eigenlijk een heel attent bloederig veulen dat top doorgefokt is. De vader is Comdapie van Hacienda, dat is zelf Cumano Darko. Darko, het boegbeeld van BWP. Daarna heb je Vigo d'Arsuy. Vigo is ook een ambassadeur van BWP. Het is een heel snel veulen dat top loopt.
Natuurlijk is het moeilijk te voorspellen, want ik had de nummer 72 ook gezien daar juist. En ik dacht onmiddellijk zijn dat gewoon eigenlijk wel een beetje een tegenstrijder zijn. Dat gaat tussen die twee misschien wel gaan. Naast de springveulens mocht de organisatie dit jaar ook 47 dressuurveulens verwelkomen. Zij werden onderverdeeld volgens geslacht en werden één per één aan de jury voorgesteld. Een goed dressuurpaard is een paard wat van nature uit bergop gebouwd is. Dus van voor in de voorhand hoger is dan in de achterhand. En natuurlijk heel losgelaten kan bewegen, heel soepel kan bewegen. En wat eigenlijk door zijn karakter en door zijn instelling zich laat dresseren. Want de naam zegt het, een goed dressuurpaard is een paard dat zich laat dresseren. En die moet het dus ook gemakkelijk kunnen. De titel bij de mannelijke dressuurveulens ging naar Unico VD. Dit zwarte hengstveulen heeft als vader Schwarzgold. De vader van de moeder is dan weer Lord Leatherdale. Ik denk dat het het meest complete veulen was. Eerst en vooral qua formaat. Had een hele goede stap dat hij vooraf al iets in qua formaat. In vergelijking zijn leeftijd met zijn mede-concurrenten was dat het meest complete veulen qua bovenbouw. Ook heel correct op de benen. Heel goed stappen, een hele goede draf en daarbij ook nog een hele goede galop. Dat zijn toch de twee bewegingen, stap en galop, dat ook zijn sterkste punten zijn. En dat ook voor de toekomst, voor een dressuurpaard, zeker de belangrijkste punten zijn. Ben je blij met de overwinning? Ah ja, dat zeker. Ja, had je het verwacht dat hij ging winnen? Nee, want ja, het is toch een momentopname en... Ik wist wel dat hij goed was, maar dat hij ging winnen, ja. Waarom wist je dat hij goed veulen was? Aan zijn bouw en zijn manier van bewegen. Aan zijn stap, zijn draf en zijn galop. En aan zijn model, dat hem alles zo wat heeft. Bij de vrouwelijke dressuurveulens wist het merrieveulen van Fuerz Jazz uit een Apache-moeder de jury het meest te bekoren. Zo werd Ulana van de Kempenhoeve gekroond tot kampioen. Na de paarden kwamen ook de ponies aan de beurt. Ook zij moeten voor het stamboek van de Belgische rijpony aan heel wat eigenschappen voldoen. Een pony is meestal wat beknopter, vooral de kleine maat en de gangen is ook. Je moet wat meer toegevelijk zijn in de beoordeling van de gangen. Het exterieur, ja, ergens moet het toch wel rijtypisch zijn. We zien ook dat, in tegenstelling tot vroeger, dat men veel beknopte gangen ziet, dat er bij de kleine maat toch wel betere gangen zijn. Dus we hebben daar een flinke stap vooruit gezet. Bij de grotere ponies gaat dat een beetje conform wat we van paarden verwachten. Dus ook weer daar is die rijvaardigheid, die rijtypische voorkomen van groot belang. Bij de ponies kleine maat kwamen er slechts 3 deelnemers aan de start. Maar toch lag de kwaliteit van de veulentjes bijzonder hoog. In deze reeks ging de overwinning naar Banana van Neerhof, een ponyveulen van Calypso van de Vondelhoeve uit een ten ankers Billiander-merrie. We wisten wel dat hij goed was, maar ja, hij is altijd concurrent. Nee? Ja, en wat waren zijn goede eigenschappen? In een goede stand, zijn voorkomen. Het type is mooi. Tot slot ging de overwinning van zowel de mannelijke als de vrouwelijke ponyveulens grote maat naar 2 heel opmerkelijke veulens. Bij de hengsten scoorde Bon Cremel Royal S van het Prinsenhof de hoogste score bij de juryleden. Een afstammeling van de hengst Anjershof Shaddock uit een moeder van Caspari Royal. Besplashed van de Spelonk, een opvallend merrieveulen van Vedette van de Vondelhoeve uit een Gero van de Vondelhoeve merrie, werd dan weer bekroond tot kampioen bij de merries. Met de grote opkomst en met de aanwezige kwaliteit blikt de BWP alvast terug op een geslaagde editie.
het is een enorm sterke lichting. Ze hebben als, tijdens de eerste selectie al onderling gesproken. We hebben gezegd, oei, het wordt lastig om er maar 5 te kiezen. 5 mochten we er in de finale steken, niet meer dan 5. En er zijn er dus een aantal waarvan we achteraf gezegd hebben, ja, dat zou ook gekund hebben. Ja? Dus met andere woorden, het is een heel sterke lichting. We volgen dit nu al een aantal jaren en we zien elk jaar stijging jaar na jaar. En ook dit jaar zitten we terug bij een topjaar. Algemeen gezien een top. Ik denk wel dat dat heel veel veulens waren met veel kwaliteit. En toch rassige veulens waar we toch verder kunnen mee opbouwen.